Hey jongens en welkom bij weer een nieuw Lightroom tutorial van Allen Projects. Check op mijn eigen site www.allen-projects.nl. Sorry, ik ben een beetje verkouden, heb een beetje last van mijn keel, maar goed, ik ga deze tutorial gewoon voor jullie maken. Nou, wat gaan we doen dan vandaag? Heel simpel, eigenlijk wat je gewoon vanaf het begin tot het eind doet met een foto. Hoe begin je? Nou ja, eerst moet je natuurlijk een foto hebben gemaakt. Nou, dat heb je waarschijnlijk al gedaan. Als je dat hebt gedaan, dan heb je hem bijvoorbeeld gezet op je bureaublad, zoals hier. Nou, dan klik je erop en vervolgens sleep je hem in je Lightroom. Nou, dan krijg je dit scherm te zien. En er staan er ook nog gewoon andere items die ik dan nog alsnog op mijn bureaublad heb staan. Die zie je dan ook. Voor vertoning doet het even niet. Ah, hij doet het al. Oké, nou goed. En dan staat deze hier aangevinkt. Wil die andere ook nog bij, dan kun je hier ook gewoon aanvinken. Je kan hier bijvoorbeeld alles deselecteren en alles selecteren. Je ziet hier ook bijvoorbeeld alle mapjes die erbij staan. Nou, als je dat hebt gedaan, dan ga je naar rechtsonder en klik je op importeren. Nou, ik druk even op F en dan krijg ik hem op fullscreen. Tien keer makkelijker. Goed, nu hebben we deze foto. Staat onder het mapje vorige import, zoals je hier ziet. En je ziet hier de rest van de foto's. We hebben hem nu op bibliotheek staan. Maar we willen hem natuurlijk bewerken, oftewel ontwikkelen. Dus we gaan naar het ontwikkel dingetje. Nou goed, ik heb in RAW gefotografeerd, zoals jullie in mijn vorige tutorial ook al hebben gezien. Moet je eigenlijk altijd direct een beetje de verzadiging en de levendigheid omhoog brengen en direct ook verscherpen. Nou, waarom? Check mijn vorige tutorial maar even. Ik zet er wel even een linkje nu in. Komt nu in beeld. Wat is het verschil eigenlijk tussen levendigheid en verzadiging? Nou, dat is een goeie. Als ik verzadiging helemaal omhoog gooi, zie je dat zijn gezicht een beetje oranje kleurt. Dat willen we niet hebben. Levendigheid, je gooit eigenlijk zo min mogelijk van de huidskleur omhoog. Dus je moet eigenlijk een soort van combi hebben, want je moet natuurlijk niet een hele bleke man hebben, maar dan wel toch een verzadigde foto. Dus je moet er een beetje mee spelen. Ik heb meestal een klein beetje levendigheid en een klein beetje verzadiging. Zoiets. Zo, nu is dat nog wel redelijk realistisch. Oké, goed. Nou, dat hebben we dus gedaan. Vervolgens kun je nog een beetje spelen. Dat was mijn mobiel. Met de belichting, met het contrast. Maar die is nu op zich allemaal wel goed. Contrast kan wel een beetje omhoog, hou ik altijd wel van. Hooglichte schaduwen, witte tint, zwarte tint. Nou, heb ik eigenlijk allemaal al wel behandeld. Helderheid, altijd wel grappig om er een beetje een extra stoer effect aan te geven. Dus die doen we gewoon nog een klein beetje omhoog. Pas wel bij deze foto namelijk. Vervolgens, nou, kun je curven. Wat ik altijd doe, is ik maak altijd een S-bochtje. Klein beetje. Nou, maar goed, het is eigenlijk hetzelfde als dit, maar dan in zo'n lijn. Je kan hier nog de extra kleuren aansterken of juist weglaten. Heb ik ook al een keer behandeld. Als je dat hebt gemist, komt er nu een linkje van in de beschrijving. Gesplitste tinten heb ik ook al behandeld. Komt nu ook een linkje van in beeld. Maar ik ga deze toch gebruiken. Want ik ga de hooglichten in sepia doen. En ik ga de schaduwen blauw doen. Nou kijk, dit geeft best wel een stoer effect. Doe dus een verzadiging van blauw iets meer naar beneden. En zo krijg je toch best wel, ja, ik vind het zelf wel een mooi effect. Dat past bij deze foto. Dus die houden we erin. Nou, en dan gaan we naar details. We hebben al verscherpt. We hebben ruisreductie. Nou, hoeft niet per se. Als je hem helemaal omhoog doet, dan zul je zien dat de foto helemaal zacht wordt. Ja, kijk hier. Dat is best lelijk. Maar ik heb verscherpen en ruisreductie eigenlijk ook al behandeld. Linkje daarvan komt nu ook in beeld. Nou, lenscorrecties, dat hoeft niet. Dat hoeft eigenlijk alleen bij architectuurfotografie. Dat zal ik nog wel een keer behandelen. Effecten. Ik kan een wit vignet doen. Vind ik zelf nooit echt mooi. Wat je nu ook ziet, is je ziet die rand. Is een beetje nog, sepia-achtig kleur. Dat komt omdat we hem op gesplitste tint hebben gestaan. Maar ik doe eigenlijk altijd gewoon een klein beetje zwart vignet. Dat vind ik meestal wel mooi. En nou, dat hoeft niet per se eigenlijk.
zo is je eigenlijk wel goed. Nou, als je tevreden bent over je foto. En dan? Nou, je kan hem in PDF exporteren. Dan ga je naar presentatie. En dan moet hij laden. En dan kun je hem als PDF gaan exporteren. Nou, je ziet hier van allerlei settings. Op zich hoef ik dat niet uit te leggen. Je kan zelf gewoon een beetje spelen en kijken wat het doet. Je kan wel een eigen naamplaatje erin doen. Hier als ik die aanvink, niet aanvink, zie je hier dat hij linksboven komt. Nou, je kan er een watermerk in voegen. Je kan er eigenlijk van alles wel mee doen. Ik gebruik het eigenlijk nooit, want ik hoef eigenlijk nooit een PDF te hebben. Maar stel je wilt een soort van, nou ja, slideshow of een voorstelling maken om mensen te laten zien. Kijk, dit is mijn, deze foto's heb ik gemaakt. Nou, dan kun je hem als PDF laten zien en dan is het wel makkelijk. Wat je dan doet, is je gaat naar linksonder en klik je op PDF exporteren. Ja, dan moet je weer even laden. Nou, vervolgens... Hallo! Dan moet ik natuurlijk wel met twee aans. Zo. Nou, vink je aan waar je hem wil hebben. Bureaublad of ergens anders, documenten. Het is eigenlijk hetzelfde. Ik heb nu een Mac, maar voor de mensen die Windows hebben... is eigenlijk gewoon precies hetzelfde. Zorg wel voor dat je kwaliteit altijd op 100 hebt staan. Nou, tenzij ja, je dat niet wil. Ik zou niet weten waarom. Misschien omdat je bestand anders te groot is. Nou, en dan klik je eigenlijk op exporteren. En dan heb je dus eigenlijk een PDF. Maar we gaan dat niet doen. We gaan gewoon weer terug naar ontwikkelen. En dan gaan we naar linksboven. Klikken op bestand. En klikken op exporteren. En dan exporteer je gewoon een normale foto. Nou, je kan hem in een zipmap plaatsen. Nou, ik heb hem even motocrosser genoemd. Ga naar beneden. Verder instellingen zijn niet echt van toepassing. Zorg er wel dat de kwaliteit inderdaad weer gewoon op 100 staat. Stel, je wilt hem op iets op internet zetten. Een foto op internet zetten. En het bestand is altijd te groot. Nou, dan kun je de kwaliteit bijvoorbeeld op 80 zetten. En dan zul je zien dat het bestand wat kleiner is geworden, minder MB, en dan kun je hem wel uploaden. Maar ik zou hem altijd ook gewoon nog, de goede foto, altijd nog gewoon op volle kwaliteit doen. Nou, afbeeldingsindeling kun je JPEG doen. Dat is eigenlijk gewoon standaard indeling eigenlijk. PSD is Photoshop indeling. Dus dan kun je hem eventueel nog in Photoshop zo verder bewerken. TIFF is een extra groot bestand met meer kwaliteit. Eigenlijk ook wel goed. DNG, nou ja, kan ik niet zo goed uitleggen eigenlijk. En het natuurlijk het origineel, maar dan krijg je eigenlijk gewoon ja, hetzelfde. Nou, je kan de afbeeldingsgrootte nog wijzigen, maar dat is nu niet echt van toepassing. Watermerk. Watermerk is wel van toepassing. Ik heb nu gewoon www.nprojects.nl, maar je kan ook watermerk bewerken. En dan zie je hier, krijg je hier allerlei opties. Je kan hem verslepen, je kan hem verplaatsen, maakt niet uit. Je kan hem ook linksboven doen, of in het midden. Ja, en je ziet hier, je kan de dekking veranderen. Je kan de straal veranderen. Eigenlijk, nou ja, alles wat hier staat. Maar stel, je hebt nou zelf een hele mooie watermerk gemaakt in bijvoorbeeld Photoshop. Nou, wat je dan kan doen, is je kan hier naar kiezen gaan. En dan vervolgens jouw watermerk erin doen. Bijvoorbeeld, nou, dit is je watermerk. Dan klik je op kiezen. En dan krijg je dat fotootje, krijg je klein. Dat kun je dan nog zelf verplaatsen. En dan zie je bijvoorbeeld hier je eigen watermerk erin. Maar dat is nu niet van toepassing. Dus klik gewoon op annuleren. Ik heb mijn watermerk, heb ik van tevoren al gemaakt. Dus die vink ik aan. En dan druk ik op exporteren. Nou, bestand staat er al. Bestaat al. Nou, kan ik unieke namen gebruiken. Druk ik op F en dan verandert het scherm weer. Je ziet hier dat hij aan het exporteren is. Hij is niet heel erg snel. Ik heb ook nog wat andere programma's openstaan. Dus misschien niet heel slim geweest. Ja, taak is voltooid. Nou, dan minimaliseer ik even. En dan zie je hier een mapje met motocrosser. En kijk, daar staat hij. Voor vertonen gaan. Dit is het foto dat het is geworden. Ik kan nog wel even de voor en na laten zien. Ga je hierheen. Kijk. Tadaa! Nou,
zo kun je heel veel creatieve dingen doen eigenlijk met Lightroom. En dit is eigenlijk gewoon, ik heb nu een beetje stapgewijs laten zien hoe je foto wat beter kan bewerken. Hey, bedankt voor het kijken. Vergeet hem vooral niet te liken, toe te voegen aan favorieten. En als je nog niet bent geabonneerd, op de abonneerknop te drukken natuurlijk. Check mijn eigen site, like me op Facebook, volg me op Twitter en volg me op 500px. Linkjes staan allemaal in de beschrijving. En jongens, tot volgende week.